Ja, klets maar raak. Ja, leut er maar een beetje van je af. Zwam maar een beetje hier uit je nek. Ja, dat dacht ik toen ik dat las over die stikstof. Heb je dat gelezen? Die mensen in Den Haag, die moeten zich toch doodschamen. Ja, als je dat toch leest. Deze Universiteit Amsterdam, die hebben een onderzoek gedaan naar de stikstof. En die komen met hele andere conclusies dan dat kabinet ons de afgelopen jaren heeft doen geloven. Ja, die maakte gewoon, weet je, die hadden het over de piekbelasters, weet je het nog? De piekbelasters, dat zijn die mensen, dat zijn de boeren die heel dicht bij een natuurgebied zitten. Nou, en die piekbelasters, die zouden dus een groot gevaar zijn met hun stikstof voor de natuur. Nou, en wat blijkt nou uit dat onderzoek? Is gewoon niet waar. Nee, dat is totaal niet waar. Want de boer die op 100 meter zit van een natuurgebied, ja, die wel een beetje. Daar heeft de natuur wel een beetje last van. Maar zit een boer, zeg maar, 3, 4, 500 meter weg, dan gebeurt er niks. Want dan gaat die stikstof, woep, die gaat de hogere luchtlagen in. En die stikstof, die komt heel ergens anders neer. Ja, en dus die piekbelasting, dat bestaat helemaal niet. Dat is gewoon fictie. Dat is totale flauwekul. En die boeren, die hebben ze dus al die tijd, hebben ze die dus doodsbang gemaakt. Ja, want die moesten worden uitgekocht. En als ze niet wilden worden uitgekocht, dan moest het maar met dwang. Weet je het nog allemaal? En dat waren dus 3000 vrienden, 3000 boeren, die dus gewoon doodsbang zijn gemaakt met alleen maar flauwekul. Nou. Hé, hey, jongens in Den Haag, voordat jullie de volgende keer weer eens een keertje paniek beginnen te schoppen. Hé, hey, laat het eerst eens even lekker uitzoeken en onderzoeken.